De ploeg die vandaag uitspeelt heeft een belangrijke troef in handen. Namelijk winst uit de eerste wedstrijd. Kunnen ze die, denk jij, in deze uitwedstrijd vasthouden? Ja, ik denk het wel even. Ik schat ze wel zo goed in. Lütker Valk mag vandaag fluiten. Het is begonnen. Ik hoop dat beide teams er iets moois van willen maken vandaag. Ja, en nu? Oh, knalhard schot. Nee, dat schot moeten we snel vergeten. Gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Ingooi. Mata. Een schermutseling om de bal. Ze mogen ingooien. En de bal gaat weer terug. Rafael. De spelers van Man United zien het helemaal zitten vandaag. En met reden. Deze wedstrijd gaat ze zeer waarschijnlijk 3 punten opleveren. Probeert het. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Ja, die keeper kan er aankomen, maar heeft hem niet klem vast. Waar komt die bal terecht? Ja, en nu? Doelpoging. Ja, in het net. Wat een verrassing. Op papier zijn ze de mindere ploeg, maar ze controleren de wedstrijd toch en zijn een stuk gevaarlijker voor het doel. Ze hebben hun aanval rustig opgebouwd en dat betaalt zich nu terug tot de afgrijzen van de tegenstanders. Dit is Rudy. Kun jij een voorspelling over deze speler doen, Jordi? Dit is een aanvaller die gevaarlijk is voor het doel. En hij geeft verdedigende druk aan de middenvelders, zodat ze moeilijk kunnen opbouwen. Fellaini.
Coutinho. Ze krijgen een vrije trap. Hendricks. Aanval mislukt, want het is buitenspel. Daley Blind. Van Diemen. Zo, die heeft plannen. Hij is ver gekomen met de bal, maar nu is hij hem kwijt. Daar had hij echt een... Hij schiet. Dat is een goal! Fraai afgemaakt met een laag schot en de doelman had het nakijken. Hij krijgt de bal meteen onder controle, kijkt goed en plaatst dan uitstekend in de hoek. Is Rooney. Ja, en nu? Goed opgebouwd. Er komt een corner voor Manchester United. Hij is doorgebroken. Goed plan van de aanvaller, maar de verdediger had het door. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg? Coutinho. Hendricks. Het was weliswaar net op het randje, maar ik zag er geen buitenspel in. Hier vandaan althans. De eerste 45 minuten zitten erop en eens kijken of de tweede helft net zo verrassend zal zijn. Scheidsrechter klaar, spelers klaar, we kunnen weer van start. We zien door de scheidsrechter, wat gaat hij doen? Daley Blind. Daar komt de voorzet en Rooney heeft hem in gedachten al gemaakt. Komt er met de bal uit. Wordt dit een doelpunt? Over de lijn inworp.
overtreding, vrije trap en misschien ook wel een kaart. Eens kijken wat de scheidsrechter gaat doen. Manchester United mag door. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Gaat hij voorzetten? Wat een prachtige voorzet, maar de verdediging grijpt in. Hij is langs de verdediger. Gaat hij het nu doen? Hij is erdoor. Een juweeltje dit schot. Niet alles lukt, maar ze blijven het wel proberen. Goed weggekomen met de bal, maar ja, ver naast geschoten. Is wel jammer. Er komen twee nieuwe krachten in. Hij is erdoor. Een schot. Daar komt de keeper nog net met zijn vingers tegenaan. Hij laat zich niet verrassen door het balletje. Nee, goed gered. Goed gezien van de keeper. Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Hij krijgt hem op de slot. Wat een snelheid. Kijk eens, stop de bal. Javier Hernandez. Prachtige poging, dat wel, maar niet op doel. Hij strekte zich helemaal uit en hij kon de bal gewoon niet naar beneden koppen. Hij doet het. Die gaat richting de cornervlag. Dit is Rudy. Goeie tackle, hij heeft de bal te pakken. En hij geeft de bal voor. Mata! Manchester United krijgt een hoekschop. Van de uitslag over twee wedstrijden mogen ze verder voetballen op de beker. Daar zullen ze erg blij mee zijn, Evert. Nou, de wedstrijd zit er weer op en ik wens u nog een hele prettige avond.